20 jeugdige voorlezers dongen in de 26e Almeloze voorleeswedstrijd naar 2 plaatsen in de regionale voorleeswedstrijd. Allemaal hadden ze hun supporters meegenomen. Het was vol in de Evenaar boven in de bibliotheek. 'S Middags en 's avonds werd er gestreden. De jury bestaande uit Ines Zemmelink, bibliothecaris, Bibliotheek Almelo, Lions-lid Ine Spijk en Elias Luiten, de voorleeskampioen van vorig jaar, hadden het moeilijk. Jos Brummelhuis presenteerde het geheel en hield het publiek tijdens het juryberaad aangenaam bezig. De regionale voorleeswedstrijd is op zaterdag 27 februari in Bibliotheek Wierden. Ja, kijk, daar liggen ze. Toen ik stond te wachten op de metro, klonk er opeens een geijselijke miauw. En dan volgt de provinciale wedstrijd. En daarna bepaalt een landelijke jury wie van de 12 provinciale winnaars zich een jaar lang de nationale voorleeskampioen mag noemen. En dan de winnares van vanmiddag, dat wordt Danny. Oh. Wat dacht je toen ze jouw naam opnoemde? Ik was vooral heel blij. Heb je goed geoefend? Ja, ik heb heel vaak geoefend. En wanneer doe je dat dan? Ik heb het onder schooltijd gedaan. Lees je ook anderen voor? Nee, niet heel vaak. Nou, ik hoef niet te vragen of je van lezen houdt. Nee. Zeg, wat zou je doen als je niet meer mocht lezen? Dan had ik alsnog doorgelezen thuis. Oh, dan was je ongehoorzaam geweest. Ja. Noor Brunnekreef van Basisschool De Wierde won 's avonds de eerste prijs. Zij is de tweede Almeloze voorleeskampioen.